We hebben nog eentje klaarstaan. Een hele originele, vind ik persoonlijk. Een hele rare. Oh. Geen dag zonder haar. Het is van CD&V. Ik denk in Sint-Truiden. En ziet het meisje er zo uit? Of nee, is nee, een nee, 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 nee. Het meisje staat niet op de affiche. Ze heeft zo verschillende campagnebeelden. Ja, maar het is... Ja, het lijkt wel zo... weet je nog, toen Oranje in de jaren 90 heel succesvol was, liepen er zo heel wat jongens met pruiken van Ruud Gullit. Het lijkt wel Ruud Gullit, of een mengeling van Ruud Gullit. En Michael Jackson. Ja. Michael Jackson. Er komen zo verschillende thema's, geen dag zonder haar en vandaar een beetje het idee. Ja, maar zo ziet ze dus niet uit. Maar waarom ze dat zien is, omdat het is natuurlijk opvallen is wel heel belangrijk natuurlijk. Ja, en ik denk dat zoiets wel opvalt, denk ik. Absoluut, absoluut. En ik vermoed ook dat dat de nieuwe kandidaat of kandidaten is, want het geslacht is volstrekt... Maar het is niet de dame die hier opkomt. Het is gewoon op te vallen. Het zal gezien geweest zijn. Maar ik bedoel, we zien toch wel graag de persoon ook. Ja, hè? Dat is ook belangrijk. Als achter haar, daar god weet welke klootjaar staat, waarvan men zegt, oei, is die je? Of is die, madame? Ja, maar dat feest gaat niet door. Dus het gezicht is wel heel belangrijk voor jou. Absoluut.